Dit orgel heeft een tremulant. Dat is een soort balgje in het windkanaal wat door het hele orgel gaat. En wat zorgt dat de wind flattert, zal ik maar zeggen. En het grappige is dat dat al heel erg oud is, die vinding. Het orgel van Zweelink in de Oude Kerk. Daar zijn allemaal reparaties van bekend. En de tremulant was het meest gerepareerde register. Wat aangeeft dat het vaak gebruikt werd natuurlijk. De tremulant werd gebruikt met een Vox Humana samen. Vox Humana is een tongwerk, zoals dat heet. En dat geeft aan hoe de menselijke stem klonk. En dat zou zo moeten klinken. Tegenwoordig hoor je dit soort keelachtig zingen alleen in Lapland en Noord-Finland en zo nog, Bulgarije, maar verder niet meer. Maar het moet zo geweest zijn, want men zei altijd, die Vox Humana is zo perfect nagebootst, het lijkt echt op de menselijke stem. Terwijl de andere instrumenten, fagot, kromhoorn, trompet, lijkt als twee druppels water op hun echte broers of zussen. En de menselijke stem dus ook. Maar het grappige is dat in allerlei bronnen, altijd tot aan nu eigenlijk, kan je zeggen, het altijd samen met de tremulant gebruikt werd. Wat, ja, ik vind het ook niet mooi als er enorm gevibreerd wordt, maar je moet eigenlijk zeggen dat een orgel een soort van bewijs is dat vroeger toch, als een menselijke stem nagebootst werd, dat er een soort vibrato of een gebibber erbij betrokken was. Een soort keelachtig zingen, gecombineerd met een soort van vibrato. En dit is de cantus firmus, wat op die manier dan tot klinken komt als eigenlijk toch een soort van equivalent of imitatie van een soort zingen waar wij geen binding mee hebben.